Met het oog op de aanscherping van de politiecontroles in verband met COVID-19 is het van belang dat instanties zich herregistreren voor dispensatie. Die gelegenheid is er tot en met 15 januari 2021. Na deze periode kunnen er alleen nieuwe aanvragen ingediend worden. Hoofdinspecteur Rachel Deekman van het Korps Politie Suriname gaat in gesprek met de Communicatiedienst Suriname nader in op deze herregistratie. Er is daadwerkelijk een herregistratieoproep geweest naar de samenleving. En de herregistratie heeft het doel om alle dispensatiehouders in een digitaal bestand op te nemen. U moet begrijpen dat er onlangs een samenwerking tussen het Korps Politie Suriname en DNV van de grond is gekomen als het gaat om dispensatieaanvragen. En wij hebben samen, dus DNV en KPS, hebben gemeend om alle dispensatiehouders in een digitaal bestand op te nemen met als doel dat de handhaving beter gemonitord kan worden. In de roulatie zijn er verschillende dispensatiebrieven afgegeven door verschillende instanties, autoriteiten. En doordat er zoveel verschillende zijn, wordt de handhaving iets wat bemoeilijk. En omdat we willen voorkomen dat wij de samenleving of een burger onaangenaam willen zijn in onze poging die handhaving te doen, hebben we gemeen dat het makkelijker is voor ons als handhavers, als ook voor de burgers die bevoegd zijn dus om te gaan of om bevoegd zijn of het recht hebben een dispensatie te genieten, dat we ook hun aangenaam willen zijn, toch? Dat wanneer wij die handhaving bezig zijn met die handhaving, dat het voor hun en voor ons een stukje makkelijker is. Er is een herregistratie en er is een registratie. Allen, als het nou gaat om ondernemers, individuen, noem maar op, die ooit een dispensatieaanvraag hebben gedaan bij DNV, die mensen horen tot de groep die mogen herregistreren. Toch? Dus wanneer we praten over herregistratie, heeft u eerder al een aanvraag gedaan bij DNV. Die aanvragen en goedkeuringen zijn echter nog niet gedigitaliseerd. En omdat wij willen overgaan tot digitalisatie, hebben we gemeend dat zij mogen herregistreren. Degenen die niet eerder een aanvraag hebben gedaan, die zijn ook in de gelegenheid worden ook in de gelegenheid gesteld om te registreren. Maar aan hun verzoeken wij om dat te doen na de 15e. Hierdoor hebben wij de ruimte om het bestand van dispensatiehouders duidelijk in kaart te brengen. Om na de 15e de nieuwe aanvragen in het geheel op te nemen. Dat gebeurt via de website covid-19.sr. Ik herhaal voor de duidelijkheid. covid-19.sr. Zo gauw u die website open krijgt, heeft u de gelegenheid dus om te kiezen voor aanvragen, dispensatieaanvragen. Onder die kop heeft u dan ook nog de optie om te kiezen voor het aanvragen van, een kleine groep. Is het dat uw organisatie bestaat uit 1, 2, 3, maximaal 5 personen? Dan kiest u voor aanvragen van 1 tot 5. Heeft u een iets wat grotere organisatie? Dan kiest u voor aanvragen dus meer dan 5. U vult dan alle gevraagde informatie in en u submit. Ik wil me haasten om aan te geven dat het heel belangrijk is om uw route op te geven, omdat wij met behulp van die route u een zone zullen toekennen, een toestemmingszone. Een zone waarin u bevoegd bent of waarvoor u toestemming heeft om u te begeven
met dus die dispensatie. Wat ook heel erg belangrijk is te vermelden, dat u de informatie van uw medewerkers, als het gaat om een groter bedrijf, eigenlijk, u kunt uitputtend doorgaan met invullen. Maar het is niet de bedoeling dat we aan een hele organisatie zonder meer, zonder noodzaak, toestemming verlenen. Het moet wel duidelijk zijn wat de noodzaak is om die dispensatie aan te vragen voor een bepaalde groep. In elk geval voor een groep groter dan 5. Wij hebben ervaren dat de eerdere vorm van controle op de dispensatie, naar onze inschatting dus, fraudegevoelig is. Puur vanwege het feit dat op een gegeven moment niet meer DNV brieven verstrekte, dispensatiebrieven, maar ook andere instantie behalve DNV, is het voor ons, die dus moeten waken voor die orde en die veiligheid, heel erg moeilijk om na te gaan of de verstrekte brieven daadwerkelijk van een bevoegde instantie kwamen. Of zijn vanuit een bevoegde instantie zijn verstrekt. Dat is voor ons wel fraudegevoelig. Met het nieuwe systeem, het digitaal systeem, willen wij komen op het punt dat iedereen die toestemming heeft om zich te begeven op de weg rond het lockdownuur, voorkomt in het bestand, maar dan met uw ID-kaart. Dus met het nummer van uw ID-kaart, om concreter te zijn. Het nummer van uw ID-kaart komt sowieso voor in het bestand. En precies dat nummer gebruiken wij om te controleren als u daadwerkelijk op de weg mag zijn. Of als u zich werkelijk mag begeven van punt A naar punt B. En nu vraagt u, hoe gaan we dat dan controleren? Bevindt u zich over straat, is het belangrijk dat u in elk geval uw legitimatiebewijs bij u heeft, uw ID-kaart, uw rijbewijs. In elk geval een bewijs waarop uw ID-nummer voorkomt. Een bewijs welke is afgegeven door onze overheid. Dat bewijs geldt nu, of dat bewijs met het ID-nummer zal dan moeten matchen met die informatie die wij hebben in ons bestand. Matcht dat, dan mag u verder. Matcht het niet, dan begrijpt u dat u behoort tot die groep van lockdown-overtreders. Dus dat is heel erg belangrijk voor iedereen die zich op de weg begeeft, dat je in elk geval kan legitimeren met je ID-nummer. Makkelijker nog is het als u een bedrijfspas bij u heeft, zodat we die complete match kunnen maken. Als de aanvraag is afgekeurd, u heeft het over de periode voor deze herregistratie, dan concludeer ik dat die afspraak is afgekeurd door DNV op basis van een aantal criteria's. Wij gaan niet van die criteria's uitweken. U heeft de vrijheid om te registreren, in dit geval niet herregistreren, maar te registreren. Wij zullen opnieuw kijken naar wat u inbrengt. Mocht het zijn dat u buiten de criteria valt, dan zullen wij genoodzaakt zijn uw aanvraag opnieuw af te keuren. Blijkt dat u binnen de gestelde criteria valt, dan hebben we geen reden om die aanvraag af te keuren. Ik wil deze informatie ook met u delen, omdat er al goed gebruik wordt gemaakt van het e-mailadres welke is opgegeven. En ja, we hebben een aantal mailtjes binnen. Iedereen die gemaild heeft, als het is naar het e-mailadres welke is opgegeven, of naar het e-mailadres welke u treft in het aanvraagformulier, elke mail zal worden beantwoord. Echter zullen ze niet in deze fase beantwoord worden, maar na 15 januari. Dus nog een keer, iedereen die heeft gemaild, mag na 15 januari uitkijken naar een reactie.
Heeft u goedkeuring om zich binnen een bepaalde route te begeven? Dan geldt die route voor u. Het moment dat u zich buiten de opgegeven route bevindt, valt u onder de groep van lockdown-overtreders. U praat over een collega die u wil afzetten. Ik ga ervan uit dat die collega dan ook goedkeuring heeft om zich te begeven van werk naar huis of huis naar het werk met zijn eigen route. Ja toch? Het is altijd goed dat bij ongeregeldheden er contact gemaakt wordt met de nummers die ook voorkomen op digitaal aanvraagformulier. U kunt altijd contact opnemen met DNV en KPS. De telefoonnummers die staan er en uw vragen zullen beantwoord worden. Dus bij elke onduidelijkheid gebruik maken van de gelegenheid om even te bellen met de nummers en de vragen zullen beantwoord worden. Het is waardevol te noemen dat bedrijven vanuit hun verantwoordelijke positie bijdragen aan die ordehandhaving rond het COVID-19 gebeuren. Mijn complimenten aan de bedrijven. Alleen moeten we komen tot een punt waarbij we dit goed met elkaar afstemmen. Maar om antwoord te geven op uw vraag, elk bedrijf die bijvoorbeeld een vervoer inzet om medewerkers naar huis te brengen of van huis te halen naar het werk, bij de aanvraag, het digitaal aanvragen van de goedkeuring, de dispensatie, zou het handig zijn dat het bedrijf, die organisatie, dat ook duidelijk aangeeft. Zoveel medewerkers en wij zijn bereid een bus in te zetten of een vervoer in te zetten om ze te verplaatsen. Natuurlijk hebben we op onze digitale aanvraagformulier ook een routebeschrijving gevraagd. En daar zou dus die organisatie gewoon puntsgewijs kunnen aangeven. Dat is de route die die bus zal afleggen om de medewerkers af te halen en naar het werk te brengen en van het werk naar huis te brengen. En dan begrijp ik ook dat kennelijk de buschauffeur dan ook nog naar huis moet. Dat dus heel duidelijk wordt aangegeven. Dat kan op basis daarvan de dispensatie worden verleend.